Maar met John Kent hadden we een hele goede relatie. En ook het soort gevoel van we staan samen voor het geheel. Heel praktisch. Regelmatig gingen verpleegkundigen naar de dorpen toe. Dan ging hij soms mee. En dat wil zeggen, overdag werd een consultatiebureau gehouden. En dan hielp hij ook mee met het consultatiebureau. En s'avonds, als ze overnachten daar in het dorp, dan waren er evangelisatiedia's. Want plaatjes, dat was, vonden mensen geweldig, daar kwamen ze voor. Evangelisatiedia's. Nou ja, goed, en dan medisch personeel, dat hielp dan met zo'n avond ook. Gewoon die samenwerking, en die was uitstekend. Samen rivierenconferenties organiseren, waar je alle medewerkers vanuit de regio bij elkaar haalt en zegt van nou, we willen over een aantal dingen van het werk praten, over de evangelisatie, hoe gaan we met de mensen om, maar ook een beetje medische achtergrondinformatie. We hebben iets gehouden over voeding bijvoorbeeld een keer, belang van goede voeding, landbouw enzovoort. Ik hoor zelfs ook landbouw. Ja. Want dat is vrij ver van zowel evangelisatie als medische zorg, of niet? Ja, maar als je wil dat de mensen gezond zijn, dan moeten ze goed eten. En als ze goed moeten eten, dan moeten ze de goede dingen verbouwen. En vandaar ook. En daarnaast, het eerste is wat ze voor eigen gebruik maken, maar het tweede is ook mensen in economisch perspectief bieden. We hebben een aantal mensen naar een opleiding gestuurd in de buurt van Paramaribo, waar iemand zat, een landbouwkundige, die de aardigheid had om jongens op te leiden om voor het pinda's te verbouwen. En die leerden daar hoe ze pinda's moesten verbouwen, echt op een zodanige manier dat je ook daar een beetje handel in kan gaan bedrijven. Om op die manier de mensen de gelegenheid te geven ook wat geld te verdienen en te maken dat ze daar konden blijven. Niet per se, als ze geld nodig hadden, altijd naar de stad moesten of naar Frans-Guyana of zo.